Op 19 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Als de uitslag eenmaal bekend is, begint de stoelendans wie er mag gaan besturen. Een belangrijk onderwerp tijdens deze dans is natuurlijk de verdeling van het geld en de eventuele nieuwe bezuinigingen. Waar mag er wel en waar zeker niet op bezuinigd worden? De kwebbeldoos van deze week staat in het Wierikenhuis in Nieuwebrug. En we vroegen voorbijgangers, waar mag er van u zeker niet op bezuinigd worden? Dat is in ieder geval de verkeersveiligheid. Ik erg me eigen in Nieuwebrug aan de verkeersveiligheid. Nee, er is geen openbaar vervoer, dus daar kan je er ook niet op bezuinigen. En er mag niet bezuinigd worden op verkeerscontroleurs. Laten ze maar eens komen in de Korte Waarden en de Hoge Rijndijk. Waar ze niet op moeten bezuinigen in Nieuwebrug is de Rijnstreek, de voetbalvereniging. Er mag absoluut niet op bezuinigd worden, zeker niet voor de jeugd in Nieuwebrug. Top, hoe vooruit. En tegenover ons huis is ook het terrein waar altijd de speelweek is. Weet je hoe gezellig dat is? Mag niet weg. Er mag niet bezuinigd worden op de speelweek. Er mag niet bezuinigd worden op het onderwijs. Er mag niet op bezuinigd worden op huizen voor de startende jongeren. Ze mogen absoluut niet bezuinigen op de speelgelegenheid voor de kinderen. Waar in Nieuwebrug niet op bezuinigd mag worden, dat is op de vakantiespeelweek en op het organiseren van activiteiten voor jong en oud binnen het dorp. Alle ontwikkelingen die voor de jeugd nodig zijn. Een goede school, een goede plek en een gezonde plek om op te groeien. Op bejaarden mag absoluut niet bezuinigd worden. We gaan niet bezuinigen op de ouderenzorg. Ja, er mag in Nieuwebrug niet bezuinigd worden op het geld wat de verenigingen krijgt van de gemeente. Ik vind het verenigingsleven, dat moet vooral zo blijven en hopelijk nog meer. Er mag niet bezuinigd worden op de verenigingen in Nieuwebrug. Ja, we gaan natuurlijk niet bezuinigen op toneel. We hebben een geweldige toneelvereniging en daar zijn we natuurlijk heel zuinig op. Nou is het toeval dat die toneelvereniging aardig zichzelf kan bedruipen. Mits heel Nieuwebrug één avond in het jaar naar ons komt kijken. Ze mogen niet bezuinigen dat de niveau weggaat. Zijn we al online? Er mag niet bezuinigd worden op het Wierikenhuis, omdat dit een van de weinige plekken is waar nog wel iets te doen is in Nieuwebrug. Wierikenhuis. Want waarom is het Wierikenhuis zo leuk? Omdat het toneel wordt gespeeld. En niet op het Wierikenhuis. Dat is een uniek dorpshuis wat we hier hebben en dat moeten we zien te behouden. Er mag niet bezuinigd worden op het Wierikenhuis. Wat er niet bezuinigd mag worden in Nieuwebrug is op het Wierikenhuis. Want dat is toch het middenpunt van het dorp. En dat moet behouden blijven. Voor nu en voor later. Er mag in Nieuwebrug niet bezuinigd worden op saamhorigheid en het samen het Wierikenhuis openhouden. Veel succes ermee, op naar de komende 10 jaar. Zoveel vrijwilligers hier actief in het dorp. En dat moet gewoon gesupport worden, dat moet blijven. Want eigenlijk zijn de vrijwilligers toch wel de lijm van zo'n gemeenschap hier als Nieuwebrug. Is op de inzet, de vrijwillige inzet, met name vrijwillige inzet van mensen in het verbeteren van de saamhorigheid in ons dorp. In Nieuwebrug mag niet bezuinigd worden op gezellig met elkaar een bakje koffie drinken. Je mag niet bezuinigen op paardrijlessen. Bakkie koffie! Goed zo. Nou. Ik vind dat er eigenlijk niet bezuinigd mag worden op cultuur. Er is al ellende genoeg in de wereld, dus ik vind dat we dat gewoon allemaal nodig hebben. We mogen niet bezuinigen. Niet bezuinigen op de drank. De drank. We gaan rustig door, met z'n allen. We gaan met z'n allen door. Tot het laatste gaatje gevuld is. Ja.